Matrix Innovations heeft 3 verschillende soorten systemen waarmee je beetindicatie kan laten zien. Eigenlijk 4 als je de Monkey Climber ook meerekent. We hebben de normale, de hangertjes in de vorm van een kabel. En we hebben de sweeper, wat eigenlijk een soort van swinger is. Door middel van het kabeltje te vervangen voor de sweeper kan je dus veranderen van een kabelsysteem naar een swingersysteem. Gaat bijvoorbeeld in één keer keihard waaien en heb je last van valse piepjes, kan je hierop overschakelen. En de derde uit de reeks is de compressor. De compressor kan je vissen net zoals de sweeper. Hij is alleen wat langer. Maar wat weinig mensen weten, is dat je deze aansluiting ook kan omdraaien. En als je hem omdraait, dan fixeer je het hele zootje. En door dit te fixeren, dit is iets wat ik bijvoorbeeld bij obstakelvisserij gebruik, door hem te fixeren creëer je een spanning op je lijn. En met name bij obstakelvisserij, als je met snaarstrakke lijnen aan het vissen bent, mis je toch eigenlijk een beetje trekkracht van de andere kant. Mocht de vis nu je lood verplaatsen, is er een kracht van onderen die er altijd voor zorgen dat je nog een betere beetregistratie hebt. Het omdraaien van dit systeem werkt dus ook voor de hangers en voor de sweeper. En met name bij de compressor laat het zijn waarde zien.